Veranderingen in zorg en onderwijs gaan in een rap tempo. En dat vraagt ook een andere scholingsbehoefte van medewerkers in de zorg. We merken dat verpleegkundigen met andere scholingsvragen komen. En dat vraagt onder andere om meer flexibel onderwijs. En dat hopen we vorm te geven met blended learning. Om blended onderwijs vorm te geven zijn diverse methodieken ontwikkeld. Binnen Saxion is de Shuffle methodiek ontwikkeld. Een hele gebruiksvriendelijke methodiek die uitgewerkt is op hele mooie overzichtelijke kaarten. En aan de hand van die kaart ben ik gaan kijken van wat willen we nou eigenlijk gaan toetsen. Welke uitkomsten horen daarbij en op basis van die uitkomsten heb ik gekeken wat zijn dan de meest passende werkvormen om cursisten in de leergang in een actieve modus te krijgen en zodanig het onderwijs te laten ervaren. Ik werd ook gedwongen om eigenlijk kritisch te kijken naar de inhoud en met name ook naar mijn eigen meerwaarde als docent binnen een leergang en die van mijn collega's. Als laatste onderdeel van Shuffle ben ik gaan kijken welke werkvorm ik nu het beste kon inzetten voor mijn onderwijs. Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van Blendy, een online omgeving waar diverse werkvormen staan beschreven om je blended onderwijs vorm te geven. Ik werd daarin geïnspireerd door het gebruik van Blackboard Collaborate en dat is een van de tools die ik heb ingezet om mijn onderwijs anders vorm te geven. Een voorbeeld daarvan is dat een module die we hebben aangepast terug is gebracht naar minder bijeenkomsten. We hadden 14 bijeenkomsten en dat zijn er 10 geworden. En met behulp van Blackboard Collaborate hebben we die 10 bijeenkomsten terug kunnen brengen tot 8 fysieke bijeenkomsten en 2 bijeenkomsten op afstand. Het mooie hiervan is dus dat cursisten toch het gevoel hebben dat ze met elkaar in de klas zitten. Wel virtueel, maar ze zitten bij elkaar in de klas. En ook het groepsgevoel behouden. Docenten komen hierdoor meer in de coachende rol en studenten of cursisten komen meer in de activerende rol.